Vrijdagavond 11 september 2020 was een mooie avond om te voetballen. Een gretig aantal vrouwen wilde op de prachtige nieuwe grasmat van het Karsteenstadion de nederlaag bij PEC Zwolle van de week daarvoor van zich afspelen. Oudkeepster van ADO Vrouwen Isa Potthoff kon veel schade voorkomen voor Excelsior. Toch moest zij vlak voor rust na een goede redding toezien dat Jamie Ravensbergen met een prachtige volley de 1-0 liet noteren. Trotse trainer Jacques Polak zijn weekend begint in ieder geval goed. Reden voor Rob Blankenstein om Jamie en Jacques voor de microfoon te halen. Matchwinnaar, hoe lekker is dat? Ja, natuurlijk wel een heel fijn gevoel. Alleen wel jammer dat we natuurlijk met 1-0 winnen. Want ja, ik vond dat we als team echt hebben gestreden. Alleen jammer dat we onszelf niet kunnen belonen natuurlijk met meer doelpunten. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het is natuurlijk wel heel fijn dat je als spits een doelpunt scoort. Want ja, daarom sta je ook spits, hè, om doelpunten te scoren. Maar dat mocht er eigenlijk meer zijn. Je gaf het net zelf al aan. We hebben ons wat dat betreft heel onnodig moeilijk gemaakt. Dan heb je toch tot het einde van de wedstrijd van zoiets van, lijkt mij tenminste, als je in het veld staat, hij zal toch niet met een verdwaalde bal nog binnenvallen bij ons? Ja, dat wel. Maar ik vond wel dat we als team echt wel samen speelden. En we streden ervoor om toch nog wel een doelpunt te maken. Alleen dan zie je natuurlijk dat de extra tijd na 3 minuutjes... Ja, dat, je weet het nooit, hij kan zomaar vallen. Want we hebben heel vaak dat we net die pech hebben dat hij de laatste minuut erin valt. Dus dat is eigenlijk altijd nog wel even billen knijpen. Dat je denkt, misschien valt hij. En dan zie je Excelsior heel veel naar voren staan. Ja, dat is wel even spannend. Maar ja, ik vind dat we als team eigenlijk heel goed hebben gedaan. Jullie begonnen heel goed in het begin van de wedstrijd. Veel kansen creërend. En dan heb je inderdaad, wat je net zelf zegt, dan moet je de guts hebben om door te pakken en te scoren. Alleen dat gebeurt dan niet. Nee, dat is gewoon zonde dat we elkaar, ja, dat we onszelf niet kunnen belonen met meer doelpunten. Want als je deze wedstrijd zag, hebben we echt heel veel kansen gehad. En die moeten we eigenlijk gewoon de volgende wedstrijd maar afmaken. Vorige week bij PEC Zwolle verlies je dan met 1-0. Afgekeurd doelpunt, wat ik heb begrepen, eigenlijk een correct doelpunt was. Hoe lang blijft die teleurstelling dan hangen bij jullie? Nou, natuurlijk even die dag dat je heel erg baalt. En maandag hebben we als team even met elkaar besloten, hebben we gewoon even gepraat. En we zeiden, we moeten gewoon die uitgeleide tegen PEC is gebeurd. Dus gewoon weer staan voor vrijdag. En dan als team staan en knallen maar. Wat is je opdracht van de trainer in het veld? Nou, het was vooral de bedoeling dat we gewoon echt als team zouden strijden. En als je de kans krijgt, die benutten. En ja, gelukkig heb ik er wel in ieder geval 1 gescoord. Maar eigenlijk mocht ik mezelf wel meer belonen. Hoe lekker is deze 1-0? Nou, het is wel lekker. Natuurlijk zijn we wel blij dat we de 3 punten hebben. Maar ja, het mocht er meer zijn. Maar alsnog is het wel een fijn gevoel dat we gewoon hebben gewonnen en dat de 3 punten in Den Haag blijven. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Allereerst gefeliciteerd met een 1-0 overwinning. Heb je het ontzettend moeilijk gemaakt voor jezelf? Ja, in de eerste fase moet je gewoon uitlopen. Maar dat is niet gebeurd. Maar aan de andere kant ben ik zo verschrikkelijk trots op deze groep. We hebben keihard getraind. We hebben op de dingen getraind waar het de afgelopen wedstrijd niet goed ging. Zeker met name de eerste 35 minuten. Ja, daarna in de tweede helft was het wat opportunistisch. Maar nu heb ik gewoon uitstekend voetbal gezien. En met heel veel kansen die we gecreëerd hebben. Met name de eerste 10 minuten. Nou ja, dat hebben we ook vooraf aangegeven. We moeten die bal er echt in gaan schieten. Wil je het je makkelijk gaan maken? Ja, dat hebben we niet gedaan. Maar desalniettemin hebben we gewoon de boel op slot kunnen gooien. En uiteindelijk zakelijk uit kunnen spelen. Bij de seizoensopening vorige week in Zwolle. Net in de blessuretijd 1-0 nederlaag. Of tenminste een 1-0 nederlaag gestalte gekregen in de tweede helft. Hoe lang is jouw ploeg in de teleurstelling blijven hangen? In het begin van de week bijvoorbeeld. Nou ja, zeker nadat we hebben gezien dat 100% goal werd afgekeurd daar. Toen zag je de kopjes wel even een beetje naar beneden gaan. Maar we hebben gewoon met elkaar gezeten. We hebben gezegd wat gewoon niet goed ging. Ja, daar hebben we wat mee gedaan. Ja, en dat is tot uiting gekomen vandaag. Ja, en nogmaals. Ja, ik heb gewoon een heel gretig ADO Den Haag vrouwen gezien. Die echt voor de winst wilden gaan spelen. Ja, en ook gewoon ieder duel wilden winnen. Ja, en we hebben gewoon een halve kans of een mogelijkheid weggegeven. Maar een groot compliment. Vandaag voor het eerst op een biljartlaken als voetbalveld. Hoe lekker is dat? Oh. Ja, ik zei al vooraf tegen die meiden op de training al. Ik ben op stadion geweest. Ja, als je hier niet verliefd op gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Dit is een biljartlaken. Zo heb ik het ook letterlijk verteld. En ja, als je ziet hoe ze dan het stadion binnenkomen, het eerste wat ze doen, ja, naar het veld kijken. Ja, dan zie ik zo een smaal. Maar desalniettemin, ik moet ook ADO Den Haag alle credits geven dat wij gewoon weer in het stadion mogen spelen op zo'n fantastisch mooi veld.
Ja, en daar zijn we heel blij mee. Ja, en dat is niet min ook met die 3 punten uiteraard, want daar gaat het om. Liz maakte vandaag haar debuut in de basisopstelling. Ja, leuk hè? Ik had toch een idee. Ik heb ze ook in de voorbereiding natuurlijk diverse malen zien voetballen. Ja. Dat ze een beetje met een rem erop speelt, dat het de zenuwen een beetje de overhand hadden bij haar. Want ze zetten heel veel acties in, dat lukt niet altijd. Nou ja, goed, dat is het enthousiasme. Ze is jong, ze wil heel graag. Ja, dat weten we van tevoren, maar ze doet haar best. Hè? En ze is gevaarlijk, ze heeft dreiging. Ja, dat hoort bij jeugdigheid. Ja, en dan krijg je dat soort dingen en ik vind het niet erg. Wat je wel ziet, dan kon je helemaal niet over de blessures van Maartje Looijen en Jeannette van Belen. Nee. Moet ik het daarover hebben dan? Nou ja, dat is toch een gemis. Met name Maartje van Looijen vind ik altijd wel eens. Ja, maar wij missen altijd iedereen. Alleen om daarover te praten, ik ben trainer. Wij hebben speelsters tot onze beschikking. En daar moeten we het mee doen. En die we niet inzetbaar hebben, ja, daar kan ik wel over praten. Maar dat is niet relevant. Natuurlijk is Maartje belangrijk voor ADO, maar dat is Jeannette ook. Maar let op, er zijn ook een aantal beloftes die een kruisbandblessure hebben gehad. Die zijn ook belangrijk voor ons. Ja, en dat zie je in trainingen met concurrentiestrijd. 11 tegen 11 spelen. Ja, nogmaals, iedereen is belangrijk voor ons. En of je nou heel jong bent of oud bent, het maakt niet uit. Tot slot, had je niet het nare voorgevoel dat er allicht nog een verdwaalde bal in zou kunnen? Ja, tuurlijk. Er ging bij mijn scenario Alkmaar vorig jaar. Wat was het, 9 minuten blessuretijd. Een bal die gewoon echt 7-8 meter terug achteruit moest genomen worden. Waar een corner uitkwam. En uit die corner, via de heup, ja, vloog die zo binnenkant paal binnen. Ja, maar goed, dat is ook een stukje pech. Maar aan de andere kant, wij moeten de ballen wel erin gaan schieten om het ons makkelijker te maken. Ja, en nu hebben wij gewoon alles op slot gegooid en zakelijk uitgespeeld. Dus ik ben apetrots op deze groep. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel.